Hey, hoi. Business Diva Petra hier. Nou, het is heerlijk weer, de zomer is er. En ik ga zo ook weer lekker naar buiten. Maar voordat ik dat doe, wil ik het graag eerst met je hebben over twee woorden die met dezelfde letter beginnen, maar werkelijk een wereld van verschil maken, zowel in je leven als in je bedrijf. De woorden beginnen allebei met de letter A. En ik wil met de eerste beginnen. De A van angst. Laat jij je leiden door je angst? Dat is belangrijk om te onderzoeken. Zeker als ondernemer. Hè, business diva, de A staat ergens voor. En wanneer je niet kijkt hoe jouw angst in elkaar zit, kan het heel makkelijk gebeuren dat je bepaalde stappen die nodig zijn, gewoon niet doet. Omdat je het eng vindt, omdat je gevoel hebt van falen, omdat je denkt, wat zullen andere mensen wel niet over me zeggen. En dan kom ik echt uit op de mindset. Angst bestaat. Sterker nog, dat hebben we als mensen nodig. Hè, angst is ontstaan in ons leven als vlucht. Weet je, je moet angst ervaren om ook in beweging te kunnen komen, om te kunnen vluchten van gevaar. Maar inmiddels zijn veel mensen bang voor de angst. Eigenlijk meer de angst om de angst is het geworden. En zorg ervoor dat je daar vanaf komt. Neem een coach in de arm. Kijk bij een product van mij. Als die er nog niet is, beloof je. Tussen nu en een half jaar staat alles online. Al mijn producten. Want als je niet werkt aan je overtuigingen, ga je geloven dat ze waar zijn. En dan komt angst om de hoek kijken. En als je bang bent om succesvol te worden, en geloof me, dat zijn veel meer mensen. We denken altijd dat we bang zijn om te falen. Maar het gaat echt over de angst om succesvol te worden. Want wat gaan mensen van me zeggen? En als ik geld verdien, vinden mensen me dan nog wel leuk? En allerlei gedachten komen erom. Ga daarmee aan de slag. Want dan kies je voor de andere A. De A van actie. Als je die gaat invoeren in je bedrijf, maar ook in je gewone leven. De Amerikanen zeggen dat zo mooi van, the way you do anything is the way you do everything. Nou, beter kan ik het eigenlijk niet zeggen. Vertalen, dat wordt toch een beetje een zwak aftreksel daarvan, dus dat doe ik ook niet. Maar op het moment dat jij in actie gaat, zowel in je leven als in je bedrijf, beloof ik je, gaan er dingen veranderen. Ga erop uit. Stel jezelf uitdagingen. En neem ze aan van jezelf en ga ze ook aan. Oftewel, actie is de beste A die je maar kunt bedenken. Nou, dit was het voor nu. Ik ga lekker de zon in, want het is prachtig mooi weer. En ik zie je morgen weer. Hoi hoi!